Ook voor de katholieke kerk is dat een enorm belangrijk item geworden. En het toont hoe dat we. Ja, de aarde is niet ons, het is niet ons bezit. Hè? Alleen maar dit. Hè? Dat is uit, uit, de, uit de christelijke traditie, het, het rentmeesterschap. Dat, wij, dat de aarde niet ons bezit is. Dat ik het moet beheren, maar niet als eigenaar. Hè? Dat zijn, je, je zou het op het eerst vroeger, ja, misschien vijftig jaar. Dat was zo'n mooie, mooie, mooie frazen, hè? Maar nu is het wel zeer concreet. Hé? Wij zijn namelijk niet de eigenaar van deze aarde. En wij doen niet wat we willen met deze aarde. Tot mijn eigen profijt. En dat niet alleen maar zo omdat we dat besluiten, Maar dat is een... de aarde is niet mijn schepping, het is Gods schepping. Voel je? Ook heel belangrijke items van ons geloof krijgen een, een relevantie vanuit deze problematiek. Ik vind dat dat heel belangrijk is. Uh, maar natuurlijk, dat betekent ook heel concreet dat we moeten. Uh, ja, en dat kan in kleine dingen zijn. Hè. Dat is, uh, bijvoorbeeld, ik, ik, ik zit bij mezelf ook gewaar. Hè. Bijvoorbeeld, ja. Uh, ja, voor de douche, als ik me inziep, dan zat ik het een beetje lichter zetten. Hè. Ik ga naar de winkel, wel, van die plastic, dat was al lang bij mij. Die plastic, hè. ik vond dat al lang verschrikkelijk. Want ik, ik wist er gewoon niet wel. Ik kwam in de winkel, kocht een boekje en kreeg daar een plastic zak. En je komt thuis, en legt bij de hoop. Je biedt om niet meer wat je moet mee doen. Het was, nu, nu achteraf denken, hoe is dat mogelijk dat men zoiets doet? Nu heb ik altijd mijn eigen papieren zakje mee, ik doe het mee. Enfin, dat zijn kleine dingen. Maar um, nee, de, het, omgaan met, ja, het omgaan, het goed omgaan met, met, met datgene wat ons gegeven is. Ja, echt waar hoor, het, het is een, um, de, de encycliek Laudato Si is ook een sociale encycliek niet alleen maar een ecologische en sociale, maar het is ook een spirituele encycliek. Hoe ik omga met de dingen die mij gegeven zijn, dat ik niet zomaar een, een profiteur ben die mij alles kan permitteren en dan altijd nog de kosten van anderen, want dat is een sociale problematiek. Dat is een van de zinnen die bij Paus Franciscus encycliek altijd maar voorkomt, alles is met elkaar verbonden. Er bestaat ook een grote groep mensen die zegt wat kan ik doen, ik als eenling, ten aanzien van die grote problematiek, ten aanzien van die, die, die grote wereld en die zich in zekere zin een beetje afzonderen of opsluiten daarvan? Natuurlijk, de twee zijn waar. Hè. Het kan niet alleen maar van de individuele mens afhangen, het hangt ook af van de politieke verantwoordelijken en dan moet je zien uh, dat, dat we krijgen de, de opwarming van de aarde moeilijk onder controle. Er waren conferenties, geef nu de laatste ook maar zonder veel resultaat. Dat is dus waar. Hè? Het kan niet alleen maar... Je kunt niet zeggen, ja, maar dat is niets... Nee, nee, dat is een grote politieke verantwoordelijkheid hè, voor, voor de hele um, wereldgemeenschap. En een grote verantwoordelijkheid van de politieke verantwoordelijken. Dat is zeker. Met een, een complexe problematiek, want je voelt bij dat arme landen hier dreigen weer de dupe te worden. Dat, maar in elk geval, uh, die moeten... Het heeft geen zin van aan de mensen te zeggen je moet meehelpen als, als op dat punt ja, men niets doet en uh, ja, dat gaat niet. Maar het een belet het ander niet. Je kunt, als je dat dan eist van de politieke verantwoordelijken dan moet je je steentje bijdragen. En ik denk dat het wel belangrijk is. Ik gaf het een klein, misschien een banale voorbeeld van de plastic zakken uh, maar nu gebeurt het niet veel meer, maar dat, dat zijn kleine dingen maar dat kun je dan wel doen. Dat kun je, en dat moet je doen. Um, ook met het gebruik van veel andere zaken. Hm? Um, ja. Sober te zijn betekent niet altijd dat het minder kwaliteit moet zijn. Of dat, dat, nee, maar er zijn toch op veel punten waar we zeggen. Hier, uh, en u dan wegsteken achter, de, achter het feit dat, of de overtuiging. Ja, die ander, ja uh, de politiek is. De, ja, dat, die, die doen het toch niet of nemen verantwoordelijkheid niet. Nee, nee, ik denk als wij vragen aan de politieke verantwoordelijken van een verantwoordelijkheid te nemen, dan moeten we het ook zo doen. Of anders, uh, of anders zeg je ja, ik trek mij van de zaak niets aan en ja, er is toch niets aan te doen. Dat vind ik het ergste. Dat we zouden ook voor, voor andere problemen dat we de hoop zouden verliezen. Of de, ja, de hoop en, 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 en de overtuiging dat we deze wereld kunnen verbeteren. Ik denk, als de hoop wegvalt, ja, dan, dan, dan is het gedaan. Ik denk, ne, men spreekt veel over het geloof in de kerk en over de liefde, maar de hoop verliezen, dat is een, dat, dat een veegtekening. Dat is dan, dan ja, dan, uh, dan is het wat ze in het Frans zegt, après le deluge. Dat, dan, dan, dan is er niets meer aan. Nee. Maar niet een lichtzinnige hoop, die zegt, we hopen wel dat het een beetje verbetert, maar... Een hoop waarin ik mezelf voor engageer, ja. Ik vind dat altijd een, een heel mooie tekst ook. Um, dat is uh, dat bij de wijding moet ik dat altijd zeggen als ik een priester wil of een diaken. Door meteen zeg ik, Wat God met u begonnen is, dat zal hij ook voltooien. Ik, hoor dat, ik zeg dat graag. Maar ik zeg dat ook voor deze wereld, voor de schepping. Want hij is dat begonnen. Dat is ons geloof. Het is ons eerste geloofspunt, Ik geloof in God, de Vader Almachtig, de Schepper, de Gever van Hemel en Aarde. Al dat is. Het is van Hem. Hij is het begonnen. En eigenlijk is dat heel, de, heel onze geloofstraditie tot aan het laatste boek van de Apocalypse. Hij zal het ook voltooien. Hij zal het voltooien. Want anders zou er veel redenen zijn om te zeggen dat het gaat niet. Hè. Als je de wereld ziet. Ook je individueel levenden. Er zijn mensen die heel veel tegenkomen. Veel miserie, veel onmacht. Niet alleen individueel, maar ook, ook in de wereld. In, in, in het zoeken naar een betere wereld. Er zijn toch veel redenen om te wanhopen. Zeggen, dat zal nooit lukken. Hè? Het is weer oorlog. Dat zal nooit lukken. Dat is voor mij, uh, ik vind dat een mooie, uh, dat, dat is een mooie... En ik denk dat het waar is. Hè? Hij is God. Veel verborgen. Maar overal waar, mens, waar menselijkheid is, waar liefde is, waar mensen proberen een stapje te zetten, daar is hij. We zingen dat ook dikwijls. Ubi caritas et amor deus ibi est. Dat is niet zomaar... En dat betekent niet dat het niet alleen de kerk is. Dat kan gelijk waar zijn. In een cultuur die nooit van hem gehoord heeft. Maar waar menselijkheid gebeurt, daar, daar is hij. En hij is bezig deze, ja hij is bezig nu ook in heel die problematiek ecologisch, hij is, hij is daar. Gods geest waait in. Ook als je als, ook wordt hij niet bij name genoemd. En dus ik vind dat zo mooi, hij is het begonnen en zal het voltooien. Dat, dat is de, dat is de bron van onze hoop, ja.